We zijn dit jaar gestart met de opleiding fietsersteller met een heel grote component in werkplek leren. We hebben ervoor gekozen om een samenwerking aan te gaan met VDAB, omdat zij de vacatures die momenteel heersen in de sector perfect kunnen linken met onze cursisten. Op die manier konden we een goede samenwerking uitwerken waar wij dan het praktische en het pedagogische luik ondersteunen. We zijn gestart met 10 cursisten die vandaag allemaal op werkplekken aan de slag zijn. Als VDAB maken wij al jaren gebruik van een systeem van IBO. Wij noemen dat IBO, maar eigenlijk voor de mensen, de werkvloer, zeggen wij werkplek leren. Dus dat betekent dat bedrijven heel hard op zoek zijn naar mensen die ze nog op een werkvloer klaarstomen. Dat kan tussen 1 tot 6 maanden zijn dat ze zo'n werkvloeropleiding krijgen. Dat biedt heel veel oplossing voor vacatures ingevuld te krijgen waar we vroeger geen oplossing voor vonden, want die mensen hoeven die ervaring ook niet te hebben. Maar door de jaren heen hebben we wel geleerd dat we zo'n partner als bijvoorbeeld het CVO, een onderwijspartner, heel hard kunnen gebruiken, omdat ja, vaktechnisch moeten die mensen wel heel goed begeleid worden, maar ook pedagogisch naar attitudes. En dan zijn we eigenlijk hier bijvoorbeeld bij het CVO terechtgekomen om ons daar optimaal in te ondersteunen. Wij hebben een aantal kandidaten toegestuurd gekregen van de VDAB. En samen met de VDAB hebben we dan een selectie gedaan om dus de 12 cursisten te bekomen. Die hebben dan 4 weken een intensieve opleiding gekregen hier in Mechelen. Dan zijn er begonnen met ofwel een stage ofwel direct een IBO-contract. Naar vanant hun kunnen en de inhoud van het contract. Maar iedereen heeft dan bijna zijn kans gehad om dus zowel het certificaat als een stage of IBO-contract te beginnen. Wat ik wel een voordeel vind, is dat je wel merkt dat ze die 4 weken opleiding van de CVO al hebben gehad. Dus als ze hier komen binnenwandelen, je kunt ze al aan het werk zetten. Ze weten al wat dan een vervanging is van een binnenband, hoe dat je versnellingen afstelt, etc. Kleine reparaties, dat is toch een groot voordeel. De meerwaarde van een traject zoals dit is vooral de samenwerking die we kunnen uitbouwen. De cursisten krijgen zowel de ondersteuning vanuit de school, en dat gaat dan zelf vanuit de vakleerkracht, maar ook van een taal- en geletterdheidscoach die hen ondersteunt tijdens de opleiding en hen helpt om zichzelf te gaan voorstellen, sollicitatietraining te doen en cv's op te stellen. Cursisten die al in een gevorderd stadium zitten tijdens de opleiding hebben vaak ook al de kans om via een IBO-contract aan de slag te gaan op de stageplaats, waar ze ook al een financiële tegemoetkoming krijgen tijdens hun opleiding. En de VDAB is een perfecte partner om mee op zoek te gaan naar vacatures die openstaan om te zorgen dat onze cursisten ook een werkelijke jobaanbieding kunnen krijgen op het einde van hun traject. De combinatie tussen werken en leren ligt mij persoonlijk enorm goed. Dus eigenlijk alles wat we leren op de werkvloer of op de school, gedurende die ene dag kunnen we dan omzetten in praktijk. En onze trajectbegeleider Jan is daar dus altijd ook om ons te helpen, indien nodig. Wat ik een groot voordeel ook weer vind, is dat die administratieve opvolging, waar je dan als shopmanager altijd zo'n beetje schrik van hebt, de paperassen en zo, dat daar echt een goede ondersteuning in is. Dus Sandra heeft mij verschillende keren gebeld. Ze zat een beetje achter mijn veren als ik wat laat op een mail antwoordde. Maar allee, dat was wel goed dat ik daar dan iets minder mee moest bezig zijn en dat dat heel vlot werd geregeld eigenlijk voor ons. Die samenwerking, dat is echt een beetje bruggenbouwen tussen verschillende organisaties. En je start er allemaal mee vanuit een eigen visie. Iedereen heeft een eigen visie, een eigen doel. Het is belangrijk dat je door die samenwerking een gemeenschappelijke visie krijgt en elk aan die brug bouwt van op je eigen oever om zo tot bij elkaar te komen. En op die manier kun je echt samen aan een succesverhaal werken.